Het goede leven. Heel veel activiteiten op dit moment. In alle social media is het te vinden. Wij zijn hier neergestreken op dit moment in Beers. En ik stel u graag even voor aan. Ja, ik ben dus Piet Verbeten uit Vierlingsbeek van de Plus supermarkten en van Heldro een beetje. Meer reclame mag ik uiteraard niet maken, dat zal ik ook niet doen. En ik zit in het bestuur van de Stichting in Goeie Leven. En wij zien hier te proberen wat verbindingen te creëren. Nee, te zorgen dat we nog meer verbindingen gaan creëren hier in het dorp Beers, het mooie dorp Beers. En jij noemt het een goed leven, maar wij noemen het gewoon een goed leven, want we willen het eigenlijk een beetje Brabants houden als dat kan. Ah, dus eigenlijk moet ik gewoon overschakelen in dialect. Doe ik niet, maar toch. U bent? Ik ben Tom de Weert. Ik woon hier in Beers. Ik werk bij voormalig Stork, nu Marel, in Boksmeer. Ja, en we waren gisteravond in Groningen. Omdat Piet zegt dat het zo mooi was hier in Beers, moet ik zeggen, in Groningen was het ook heel erg mooi. Hè, mooi dorp en we hadden hele hoge opkomst daar. En ja, we hebben dus heel veel kaartjes opgehaald en we hebben dus bierviltjes waarop vragen staan. Waarin de mensen kunnen aangeven waar zijn ze tevreden over in hun kern. En wat kan er mogelijk beter en wat doen ze voor elkaar. En het doel vanuit een goed leven is om op te halen in de kernen wat heel erg goed loopt in een dorp. Om dat mogelijk te versterken of te dupliceren naar een andere kern. En heb ik het dan over het politieke leven of heb ik het gewoon over het gemeenschapsleven? Dit is een apolitieke organisatie. Wij hebben geen verbinding met de politiek wat dat betreft. Dus er zitten natuurlijk wel mensen die politiek geëngageerd zijn. Maar deze happening is echt apolitiek. Want we willen van iedereen gewoon alleen maar meningen ophalen, inventariseren. De gemeente gaat ermee aan de slag. Social Mies hier ook gaat er ook mee aan de slag. En wij vanuit de Goeie Leven op onze manier. Oké, maar kan je mij dan iets meer vertellen over wat is dat dan, dat goede leven? Wat is het voor stichting, vereniging of zoiets? Nou, als je wil weten wat een goed leven is, dan denk ik tegen ons even aan moet kijken. En dan kun je dat ongeveer zien. Dan is, daar is het al een beetje mee gezegd. Maar proberen fijn te leven. Een fijn leven in het Land van Kuik is fijn wonen, fijn werken, fijn recreëren, fijn samen dingen doen, samen dingen opzetten. En wij willen daar in ieder geval een rol in spelen als Stichting Goeie Leven. Maar buiten dat zeggen we, dat is bij de met de mensen onderling, maar ook tussen de boeren en de burgers, ook tussen de verenigingen en andere verenigingen, ook tussen de gemeente en allerlei andere politieke instellingen. We proberen eigenlijk een beetje ook de olie van de maatschappij te zijn. Kijk, dat is een mooie uitdrukking. De olie van de maatschappij te zijn. Ja, want we hebben dus drie pijlers binnen een goed leven. Dat is vieren en genieten als één pijler. En daar is Piet met name actief mee. Dat is ook op hem op het lijf geschreven. Dan is er voeding en gezondheid en educatie, waar Martin Bos met name de trekker is. We werken bijvoorbeeld aan het project de eerste 1000 dagen van een baby. Dus na de conceptie tot 2,5 jaar, hoe dat dan de voeding van een baby is. Want daar wordt de meeste, dat heeft een heel erg grote invloed op de rest van het leven van het kind. En dan is er nog wonen en nieuwkomers. Dus hoe dat er geleefd kan worden in de kernen. Dus dat zijn de drie pijlers van een goed leven. Ja. We hebben gezegd, we gaan in eerste instantie zorgen dat we met de kernen kennis maken. En daar proberen dingen op te halen, maar wellicht ook mensen te treffen die straks voor ons als Stichting een Goeie Leven een soort ambassadeur, wij noemen het wel eens de informele burgemeesters van de kernen, daar zijn we eigenlijk naar op zoek. En die kunnen we straks gaan gebruiken. Samen met die mensen kunnen we gaan zorgen dat er lijntjes gelegd worden. En dat kan over allerlei dingen gaan. Dat kan gaan over het samenwerken van muziekverenigingen. Dat kan gaan over activiteiten die er zijn die groter gemaakt kunnen worden, sterker gemaakt kunnen worden en waarvoor de PR wat beter gedaan kan worden omdat die groter kan zijn. En ja, zo willen wij proberen om de lijnen tussen de dorpen ook te creëren. En ik noem het altijd de dorpen. Ik vind het hartstikke fijn dat we één stad erbij hebben, maar ik zeg gewoon altijd, in Land van Kuik hebben we 33 dorpen en ik vind één stad prima. Maar daar wil ik niet iedere keer apart over hebben. Ik vind het soms een beetje vervelend worden. Maar goed, ik ben wel blij dat Graven bij de gemeente is gekomen overigens. Dat is een hele goede zet voor Graven geweest, maar ook voor het Land van Kuik, denk ik. Zijn er al samenwerkingsverbanden ontstaan of waarvan je zegt van nou, dat is mooi om die aan elkaar te linken, zodat ze iets van elkaar kunnen leren bijvoorbeeld?
Nou, dat is nou met name wat we op willen halen, want iedere kern werkt toch wel vrij autonoom. En dat is ja, dus die verbinding zoeken en te dupliceren wat goed draait in een één dorp in een andere kern ook neer te zetten. Dat is wat we dus nu eigenlijk, we hebben, door de corona zijn we wat achterop geraakt met deze activiteit. En nu met de herindeling krijgen we natuurlijk de mogelijkheid om dus naast de bouwteams ook te werken aan die verbinding tussen de kernen. Ja. Nog even als laatste, jullie komen nou nog op heel veel plekken, maar waar kunnen mensen nog specifiek vinden waar jullie komen? Waar kunnen ze meer informatie halen? Ja, dus op social media staat de links. Als je dat gemist hebt, dan moet je echt ook goed kijken. Maar we hebben overal in iedere kern ook posters hangen en flyers. En we hebben natuurlijk onze website waarin je dat ook terug kunt vinden. Ja. www.goeileven.nl. En daar staat alles op, alle plaatsen waar we komen, tijdstippen en zo. Dus, Okay. Nou, dankjewel voor de tijd en heel veel succes om al deze mensen bij elkaar te brengen. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag. U kunt gewoon uw antwoord zeg maar neerzetten, de vraag beantwoorden die erop staat en dat is al voldoende. Wilt u wel uw nummer erop zetten, dat kan. Dan kunnen ze even contact met u opnemen. We hebben een heel mooi bedrijf in Haps met Alsof eieren. Okay. Die zitten ook hier in de wagen. Dus, en die hebben ook mooie pastas en van allerhande dingen voor het eten. Ah, okay. Ja. Leuk. Ja. Goed geregeld. Ja, zeker. De mensen ja, zullen ervan genieten, denk ik. Ja, dat ja, mevrouw, u staat hier gewoon lekker te eten. En ondertussen dit in te vullen. U bent hier speciaal naartoe gekomen? Jazeker. Een vriendin van mij en ik doen samen ook kookcursussen geven. Dus ik wil er ook een keer meedoen met de wagen. Ik ga eerst even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Socium is er ook bij? Ja, inderdaad, klopt. Wat kan Socium doen? Ja, Socium is natuurlijk de welzijnsorganisatie in het land van Kuik. Dus wij zijn vooral aanwezig om de mensen te spreken. Vandaag dan een beers, vanmiddag een mail. Om vanuit daar te kijken, ja, wat leeft er, wat kunnen wij doen? Waar lopen mensen tegenaan? Waar denken mensen aan op het moment dat dadelijk van die kleine kern wordt het in één keer heel erg groot? Ja, misschien dat dat wel wat doet met de mensen. En op die manier proberen we in ieder geval zeg maar, de meningen op te halen. En te kijken of we daar al wat mee kunnen doen. Zijn jullie hier toevallig terechtgekomen of dachten jullie, wij gaan naar bewust? Oud papier wegbrengen. Ja, maar toen zagen we al die parasols en al die mensen, toen zag het er echt super gezellig uit. Dus we dachten even kijken wat er eigenlijk aan de hand is hier. Ja. Ja. En jullie krijgen een heerlijk bakje eten in de handen gedrukt. En ik zag jullie al druk kijken waar het vandaan komt, hè? Ja, dus elk ingrediënt komt dus ergens vandaan. Dus ik was even aan het uitvogelen van wat van het bakje nou, waar vandaan komt eigenlijk. Ja. Vind je het belangrijk dat het eventueel uit de buurt komt of heb je zoiets van als het maar lekker is? Nee joh. Nou, het is wel een leuk gegeven toch dat het uit de buurt komt. Dus ja, het is wel altijd extra leuk als je weet van nou van de Barendonk of zo. Ja. Nou, dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En jullie hebben die heerlijke hapjes hier gemaakt, hè? Ja. Jij bent? Jelle van Deventer. Cas Vaassen. En Robin Badoe. Nou, hoi allemaal. In de wagen van het smaakcentrum. Maar jullie zijn daar niet van, hè? Waar zijn jullie van? Wie kan ik het woord geven? Het Wapen van Beers, hier om de hoek bij de kerk. Ah, dus ook het plaatselijke bedrijf. Ja, inderdaad. Ja. Wat is jullie taak deze twee uurtjes? Om de gerechtjes klaar te maken voor de mensen. En weet je er iets leuks bij te vertellen. Ja. En lukt het al een beetje? Ja, het mag wel iets drukker worden, maar het is vroeg, hè? Het is een beetje vroeg in het dorp, maar het begint nou een beetje binnen te lopen. Is dat een uitdaging om met plaatselijke producten iets lekkers te maken? Of zeg je van, peanuts? Geen uitdaging, maar denk ik alleen maar leuk. Je kunt vertellen over waar de producten vandaan komen. En niet kunnen zeggen van het komt van de groothandel, maar het komt van de boer verderop. Een beetje een mooi verhaaltje erbij maken, dat is het leuke. Ja. Ja. Vind je dat zelf ook belangrijk om plaatselijke producten te gebruiken of heb je zoiets van, als het maar lekker is? Nee, ik vind het wel belangrijk. Ik vind, we moeten elkaar steunen in deze tijd. Vooral met corona heeft iedereen het moeilijk. Dus ja, ik vind het wel belangrijk. We hebben het wel op verschillende lokale producten. We hebben op de wijn van de Daalgaard uit Sint-Agata en nog wel andere producten. En ze proberen elkaar een beetje te helpen. Ja. Ja. Nou, heel goed. Ik hoop dat jullie het hartstikke druk krijgen. En ik moet zeggen, het ziet er heerlijk uit. Dankjewel. Dank jullie wel. Onze pasta van de Alsof. Kennen jullie wel? Ja, dat weet ik niet.
Schuimbepaling, ik bedoel tramway, bankering, op de vaste kaas met brandin, peper, waren nog. Een worstje met paprika sausje, nee, dat wil je anders, dat is het worst niet nog. Maar het grootste zon van ons. En een vrachtmetje met ballenlopen met sambal.